Zo na 2 weken België ben ik terug in de Morvan, terug in Le Moulin. De Razou de Molen die draait nog altijd. Maar toch is er hier iets gaande in de Morvan. Er is iets heel fel aan het veranderen. En ik weet niet goed of ik dat eigenlijk wel leuk vind. Daarover gaat dit filmpje. De voorbije 2 weken in België die waren heel intens, maar ook heel spannend en leuk. En afsluitend deed ik met de première van ons vertelconcert in de Pannen. Het was heel goed, we hebben het echt goed gedaan. Filip was in topvorm met zijn muziek. We hadden bijna 200 man in de zaal, veel boeken verkocht, heel veel leuke reacties. En nu is het afwachten op 22 maart, want dan spelen we nog eens, dan spelen we in Dranouter, in het Volkscentrum. Maar goed, ik wou het dus met jullie hebben over iets wat aan het veranderen is. Het is nu februari 2020 en wij zijn hier beland in de Morvan augustus 2016. Dat zal dit jaar dus 4 jaar zijn. En toen we hier aankwamen was er één iets wat echt wel speciaal was, wat heel erg bijzonder was. Dat is dat wij niet echt een adres hadden. Allee, we hadden wel een adres. Het adres was mijn naam en dan Le Moulin de Razou, postcode Brassy. Het dorp waar ons gehucht zich in bevindt. En af en toe kreeg ik dan de vraag, ja maar wat is jouw straatnaam of huisnummer? En dat hadden wij niet. Er was helemaal geen straatnaam, geen huisnummer. Dus als je mij een brief wou sturen, gewoon mijn naam, Le Moulin de Razou, en dan postcode en gemeentenaam. En dan kwam dat altijd wel aan. Maar een tweetal jaar geleden veranderde dat. Een tweetal jaar geleden kregen wij het gemeentelijk infoblad in de brievenbus. En daarin stond dat de gemeente Brassy binnenkort straatnamen en huisnummers zou krijgen. Dat was een 3 bladzijden lang artikel in het gemeentelijk infoblad, waarin de burgemeester ons, Les Brassicois, probeerde uit te leggen waarom hij godsnaam er huisnummers en straatnamen nodig waren. Ik vond het eigenlijk best grappig dat de burgemeester dat moest uitleggen, maar ik snap het ook wel, want eeuwenlang is dat hier niet aan de orde geweest, straatnamen, huisnummers. Iedereen kent iedereen en zeker de postbode die kent iedereen. Maar de laatste jaren is er een evolutie gaande en die evolutie is postorderbedrijven, online bestellen en als je online iets bestelt, dan komt een jongen uit Dijon of Auxerre of Parijs met zijn camionet en die moet dan op zoek gaan naar Monsieur Boutry qui habite à Razou. Ja, dat is niet zo gemakkelijk te vinden, want Razou is nu ook weer niet zo groot, maar hier staan toch ja, een 20-tal huisjes, de helft ervan staat weliswaar leeg. Ik telde het onlangs nog eens, we zitten nu met ongeveer een 15-tal vaste inwoners in ons dorp, dus het is echt niet groot. Maar het was toch altijd een beetje zoeken voor die mensen die die online bestellingen aan huis moesten leveren. Ja, natuurlijk heeft dat hele proces nog 2 jaar geduurd. Er werd een comité samengeroepen, die moest die straatnamen gaan kiezen, dan moest elk huis een nummer krijgen. En ondertussen na 2 jaar is het zover, sinds begin dit jaar, heet ons straatje hier achter mij Rue de Vanneriot. Rue de Vanneriot en het huisnummer hier van ons is nummer 19. Wat ik eigenlijk wel raar vind, want in Rue de Vanneriot staan helemaal geen 19 huizen. Ik vraag me dus af hoe ze dat hebben gedaan. Maar die naam, ja, dat vind ik een beetje jammer. Rue de Vanneriot, het komt van het kleine riviertje die eigenlijk door onze tuin passeert. Ruisseau de Vanneriot. Maar hoe schrijf je dat dan weer al? Als je dat moet gaan doorgeven aan iemand, Rue de Vanneriot, dan kun je op heel veel verschillende manieren gaan schrijven. En dat vind ik eigenlijk wel best ambetant. Ik vond het eigenlijk wel leuk dat ik gewoon kon zeggen Le Moulin de Razou in Brassy. En die brief die kwam me gewoon weg toe. Dus tot op heden, het is al meer dan een maand ondertussen dat die straatnamen er zijn. Het huisnummer hebben wij nog altijd niet uitgehangen. En ik blijf gewoon Le Moulin de Razou 58140 Brassy doorgeven als iemand mij iets moet opsturen. Ik vond dat eigenlijk wel iets hebben, dat verhaal van heen, straatnamen en huisnummers. Maar dat is nu helaas verleden tijd.